Aan tafel zit inmiddels Paul van Tiel. Paul, welkom. Dank je wel. We zitten hier in jouw restaurant en jij weet natuurlijk al wat we dadelijk krijgen, of niet? Ik weet inderdaad wat het volgende gerecht is en dat ziet er wederom goed uit. Oké, nou heel fijn. Vandaag stond er een berichtje in de krant dat het Oranjebal weer terugkomt naar de Steenhoven. Ja, klopt helemaal. Dat ja. Was, vorige week was de kogel weer door de kerk na de onderhandelingen. En inmiddels is het weer definitief terug naar de Steenhoven. Ja, hoeveel mensen zijn er dan hier? Ze verwachten nu tussen de 12 en 1400 man. 12 en 1400 man hier in deze ruimtes? In de drie ruimtes van de Steenhoven en dat wordt uitgebreid met een tent op het parkeerterrein. Oké, ja, en ik moest een beetje zoeken naar een relatie met de burgemeester. Maar Fons, ja. jij wist precies te vertellen dat het hier 5 keer was geweest. Ja, ik ben er alle 5 keren geweest. En ook de 2 keer over in Brabant House ben ik ook geweest. Maar Oranjebal is toch een heel apart feest. Ik moet het ook vaak uitleggen als mensen me vragen, wat is Oranjebal? En dan denkt iedereen aan het Vorstenhuis en zo. Dat is ook wel een zekere relatie, vind ik. Maar het is gewoon de Oranjebuurt, het bal van de Oranjebuurt. En Oranjebuurt is toch een van de oudste carnavals, niet de oudste, maar een van de oudste carnavalsverenigingen in Helmond. Met een geweldige rijke traditie. En dat Oranjebal, daar moet je geweest zijn. Je hebt geen carnaval gehad zonder Oranjebal. Jij bent hier eigenaar van de restaurant. Hoe zit het nou met economisch mindere tijden? Heb je daar last van? We gaan nu ook weer richting carnaval. Dus de vraag is of dat daar ook weer invloed op heeft. Maar... hoe ervaar jij die crisis in jouw vak, in jouw business? Het eerste kwartaal 2009 hadden wij ook wij het zwaar. Inmiddels hebben wij zo'n inhaalslag gemaakt en eigenlijk hebben wij helemaal geen last van de recessie. Weet je hoe goed dat komt? Of heb je daar een verklaring voor? De privégast, daar is helemaal niks mee aan de hand. De bruiloften, de zilveren bruiloft, de gouden bruiloft, dat blijft allemaal maar doorvieren. Wat ik nu ook merk is dat het zakelijke ook door blijft gaan. Dus ondanks dat er ergens anders weer wat meer druk op het personeel komt, zoeken ze toch een uitlaatklep om nog te gaan dineren of een feestje te organiseren. Om die mensen toch weer te motiveren en te prikkelen. Dus in de horeca is op zich werk genoeg ook? Ik heb als horecabedrijf geen klagen, wij draaien volop. Kom je hier ook wel eens om te lunchen of om te eten? Het is bij mij dichtbij, hè? Dus ook privé lopen wij hier nog eens een keertje binnen. Het is bij mij de straat oversteken en ik ben in een geweldig restaurant en dit heeft ook zijn voordeel. En ik moet zeggen, de familiesfeer die hier heerst is ook heel belangrijk. Gewoon, je voelt je hier nog echt een gast. De kok wil even vertellen wat het is volgens mij. Zachtgegaarde Canadese kreeft met kruidencrème en Hollandse kropsla. Kijk, okay. Smakelijk. Dankjewel. Nou, dit wist jij dus dat eraan kwam? Ja, precies. Ja. Nou, dan heb je goed gekozen dan. Ja, dacht het wel, hè. Maar even terug over de opmerking die de burgemeester maakte. Wij hebben natuurlijk al jaren naartoe gewerkt dat wij een hele vaste groep medewerkers hebben. Dus zowel in de bediening als in de keuken. Zodat de gast ook op een gegeven moment een stukje herkenbaarheid krijgt. En dat je toch een beetje dat familiaire naar boven haalt. Het moment dat er elke week ander personeel staat en de gast geen herkenbaarheid heeft, denk ik dat averechts werkt. Ja. Dus een van onze krachten is om dat personeel allemaal te behouden en te blijven motiveren. Ja. Jij zei van, we hebben nogal wat partijen. Ja. En bij die partijen, want je bent niet alleen ondernemer, volgens mij ben je ook een beetje, zit je in het design. En we hebben het straks al over food design gehad. En dat is alle dingen die daar omheen zitten. Volgens mij heb je ook nog iets bedacht, of niet? Ja, dat klopt. Wil je het nu laten zien of zullen we eerst een hapje van de... Nou, we kunnen nog eerst even een hapje nemen. Dat lijkt me lekker. Maar hoe kwam dat, die... Nou, ik ben eigenlijk een figuur wat in gedachten altijd bezig is. Het moment dat ik iets aan het doen ben, zal ik me altijd afvragen, gewoon 24 uur per dag, van wat ben ik nou aan het doen? Waarom doe ik dat? Kan dat niet beter? Ik verplaats me heel vaak in de gast om elke keer een beter rendement te krijgen. Nu had ik begin dit jaar, hadden wij wel eens waterzakjes in de sponningen hangen. En waterzakjes, dat schittert. Door het plastic en door het water en daar wijken vliegen op af. Dat hing ik al een aantal jaren neer en toch vroeg ik me daderhand af, daar moet toch een ander systeem voor zijn, want het ziet er niet uit, maar het werkt wel optimaal. Toen ben ik gaan zoeken, heb niks kunnen vinden en inmiddels heb ik daar patent op aangevraagd en eigenlijk via een octrooibureau en eigenlijk wereldwijd patent gekregen. Dan moet je toch maar even laten zien. Ik zal het voorbeeld laten zien. Dit is
eigenlijk een plastic zak die milieuvriendelijk is. Dat is P6, dus daar wordt het speelgoed ook allemaal van gemaakt. Dus er zitten verder geen vreemde stoffen in. Mm-hmm. Door het schitteren, hij wordt met 80% water gevuld. Mm-hmm. Door het schitteren nogmaals van het water met het plastic zullen de vliegen daarop afwijken. Een vlieg heeft geen twee ogen, maar die heeft facetogen. Die heeft er honderden tot duizenden. Kanten. Die kan inderdaad alle kanten uitkijken. Dit is nog maar een demo-model, want uiteindelijk wordt het hele gebeuren transparant. Dus dit is eigenlijk ook weer een gevolg van wat ik net zei. Ik ben eigenlijk de hele dag bezig van hoe kan het nou beter. Ik verplaats me vaak in de gast. Wat ziet een gast? En ja, daarna krijg je natuurlijk wel een stukje innovatie wat naar voren komt. Paul. Ja, je mag natuurlijk zelf lekker verder eten, maar ontzettend bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan, Odo. Dit was Paul van Tiel en wij gaan eens kijken wat de volgende gang te brengen heeft.